3 mei 1903 wordt in Hotel Schreuder aan het Stationsplein in Almelo de voetbalclub Hercules opgericht. Ze spelen op weilandjes bij boeren, waar vaak eerst koeienvlaaien van het veld moeten worden gehaald om aan de wedstrijden te kunnen beginnen. Hercules komt uit in de Twentse Voetbalbond. Als deze in 1906 toetreedt tot de landelijke bond, blijkt dat daar al een andere club met de naam Hercules in speelt. Een club uit Utrecht. De Almeloers moeten hun naam veranderen. Hercules wordt Heracles. Of, zoals de mensen van de club het zelf zeggen, Heracles. In 1920 verhuist Heracles naar een terrein aan de Bornse Straat. Om de club sportief vooruit te brengen, haalt textielfabrikant Doedes Breuning ten Katen een echte trainer uit Engeland, Horace Culcliffe. Hij is de eerste in een lange reeks van Engelse trainers die Heracles tot in de jaren 50 zullen leiden. De komst van Culcliffe werpt meteen vruchten af. In 1921 wordt Heracles kampioen van de tweede klasse en het promoveert naar de eerste klasse. In 1925 verrijst aan de Bornse Straat een echte tribune, de mooiste van het oosten, ontworpen naar Engels voorbeeld en gefinancierd door Ten Katen. Een beslissingswedstrijd tussen Heracles en Sportclub Enschede moet in 1927 de kampioen van het oosten opleveren. 15.000 toeschouwers zien op 3 april op het Tubantia-terrein in Hengelo Heracles winnen dankzij 2 doelpunten van Bets Vrezen. Heracles is kampioen van het oosten en doet mee aan de competitie om het landskampioenschap. Op zondag 19 juni 1927 komt de enig overgebleven concurrent, NAC uit Breda, voor de laatste wedstrijd naar Almelo. Heracles wint met 2-0. En wat niemand voor mogelijk hield, is gebeurd. Heracles is kampioen van Nederland. Het duurt niet lang of Heracles levert de eerste internationals. Eerst maakt rechtsbuiten Frits Schippers een debuut in Oranje. Daarna midvoor Bets Vrezen. En ook de technisch begaafde middenvelder Kees Schlosser lijkt rijp voor Oranje. In de jaren 30 draait Heracles telkens mee in de top van de eerste klasse Oost. Samen met Sportclub Enschede en Go Ahead uit Deventer. Maar pas in 1938, onder aanvoering van de fenomenale technicus en Heracles derde international Frans van der Veen, doen de zwart-witte weer een serieuze gooi naar het landskampioenschap. Op Hemelvaartsdag 24 mei komt concurrent Feyenoord naar Almelo voor de laatste en beslissende wedstrijd. In de weken voorafgaand aan de wedstrijd van het jaar zijn extra tribunes gebouwd, zodat er plaats is voor 24.000 toeschouwers. Die zien hoe Heracles met een geblesseerde Frans van der Veen de eer aan de Rotterdammers moet laten. 3 jaar later, in 1941, lukt het Heracles wel om het tweede landskampioenschap binnen te halen. In het laatste beslissende duel van de kampioenscompetitie verslaan de Almeloers PSV met liefst 6-1. In de oorlog wordt nog tot 1944 doorgevoetbald. Al heeft het door de oorlogsomstandigheden sportief weinig om het lijf. Heracles neemt in 1944 weer deel aan de kampioenscompetitie, waarin de club onder meer moet spelen tegen het Haagse VUK. In het VUK-stadion te Den Haag vond de competitiewedstrijd VUK tegen Heracles plaats. Heracles met witte broeken. Heracles dringt op naar het doel en bereikt een 1-0 stand. Na een wisselvallig spel gelukt het de Hagenaars een tegendoelpunt te maken en de wedstrijd eindigt met 1-1. Als in 1954 het betaald voetbal zijn intrede doet, heeft Heracles moeite zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. De textielfabrikanten besluiten de portemonnee te trekken, zodat vicevoorzitter Frits van den Elst kan bouwen aan een nieuw Heracles. In 1957 trekt hij spelers aan als Roelof, Izzy Greving van Be Quick, Jaap van Veen van Ajax, Joop Schumann van Poison Münster en, de meest spectaculaire aankoop, de Zuid-Afrikaan Steve Mokone. Met glansrollen voor Mokone, Schumann en Greving doet het vernieuwde Heracles het publiek versteld staan. De ploeg grijpt het kampioenschap van de tweede divisie B en promoveert naar de eerste divisie.
Op weg naar de Eredivisie wordt het ambitieuze Heracles in 1961 de voet nog dwars gezet door het Amsterdamse blauw-wit. In het seizoen 61-62 worden de ambities waargemaakt. Joop Schumann maakt liefst 44 doelpunten en vestigt een nooit geëvenaard record als topscorer in het betaald voetbal. Heracles wordt kampioen van de Eerste Divisie B en dwingt daarna in een wedstrijd met Fortuna Vlaardingen promotie naar de Eredivisie af. De tweede ontmoeting tussen Heracles in het wit en Fortuna Vlaardingen, die in Almelo werd gespeeld en die bepalend zou zijn voor de promotie van één der beide clubs naar de Eredivisie, werd in de 10e minuut beslist toen Heracles rechtsbinnen van Nee zijn team de leiding bezorgde. De 20.000 supporters van de Almeloze club wisten toen nog niet dat de score gedurende de verdere 80 minuten op 1-0 zou blijven staan. In de tweede helft heeft Heracles talrijke kansen gehad om de voorsprong te vergroten. Maar de voorhoede kwam niet verder dan één doelpunt, dat echter door de scheidsrechter werd afgekeurd. En terecht blijkbaar, want het publiek protesteerde niet. Iedereen zal begrijpen dat de spanning vooral in die tweede helft voor de Heracles aanhang slopend is geweest. Met een diepe zucht van opluchting begroeten de Almeloers dan ook het bevrijdende eindsignaal van de scheidsrechter. Met de 1-0 overwinning heeft Heracles zich in de hoogste afdeling van de KNVB gespeeld. Het was de verdiende beloning voor een club die het hele seizoen door met kop en schouders boven de concurrentie uitstak. Heracles is terug op het hoogste niveau.